Het is misschien wel de grootste ster van de publieke omroep van dit moment, de 77-jarige André van Duin. Veel mensen zien hem graag op televisie, maar zelfs dan is het natuurlijk altijd goed om het risico op overkill te bewaken. Daar heeft André helemaal niemand voor nodig, ook dat houdt hij zelf goed in de gaten. Hij zet nu zelf een streep door een klus. Na de programma's Denkend aan Holland en Denkend aan Zwitserland, zou André ditmaal met zijn vaste co-host Janny van der Heijden door Mallorca gaan reizen, maar dat programma gaat er voorlopig niet komen. André heeft een streep gezet door Denkend aan Mallorca. Dan wordt het wel heel veel André op televisie. We gaan al varen door Nederland en in juli komt er een groot jubileumconcert in Rotterdam, vertelt hij in de story. Zo'n jubileumconcert gaat ook gepaard met een hoop aandacht, al dus André. Dan word ik door mijn collega's toegezongen. Dat vind ik leuk. Omroep Max zal dit concert gaan uitzenden. Daar heb ik heel veel zin in. Een grote verrassing dat de Mallorca Show niet doorgaat is het niet, want Max-baas Jan Slachter liet onlangs al in de Telegraaf doorschemeren dat dit op losse schroeven staat. Dat was een leuk idee, maar ik moet het hier met Janni en André nog goed over hebben. Er komt een drukke periode aan. Jan wees erop dat naast Denkend aan Holland en Heel Holland bakt ook Animal Crackers terugkeert. Het programma waar André op een hilarische manier de stem inspreekt van dieren. Het is alleen moeilijk om aan fragmenten uit dierentuinen te komen. Sommige dierentuinen doen ineens heel moeilijk omdat dieren volgens hen niet belachelijk gemaakt mogen worden. Ik denk dat het uiteindelijk goed komt. In de dierentuin in Emmen hebben we inmiddels mogen filmen.